Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, moet binnen niet al te lange tijd een directoraat worden. Hierdoor kan volgens minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken de dienstverlening naar de gemeenschap verbeterd en geoptimaliseerd worden. CBB is nu nog een dienstonderdeel van de directeur van Binnenlandse Zaken, BISA, maar gezien de grootte en de taakstelling van de organisatie, meent de bewindsman dat deze stap noodzakelijk is. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken telt landelijk meer dan 40 afdelingen met ruim 600 medewerkers. Noor-Salim zegt dat dit het proces van verzelfstandiging reeds is ingezet. Het streven is volgens hem om nog voor eind dit jaar klaar te zijn. We hebben nu het proces ook gezet tot het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Want u moet weten dat wanneer we praten over dienstverlening, wanneer we praten over het leveren van een product tussen haakjes, UNACBB, u moet een uittreksel krijgen of een nationaliteitsverklaring, zijn er processen die plaatsvinden. En de burger is dan de klant en die moet tevreden zijn. En dat stukje moet je op een dusdanige wijze doen dat je beheersing hebt van alle processen. En dat zal resulteren nu in dat kortere wachttijden, de doorlooptijd versneld. En dat zal weer resulteren in het sneller kunnen afhandelen, niet alleen, maar een tevreden burger. En dat willen we uiteindelijk. Je mag weten dat we niet daar staan om zitten of werken om de burger het leven moeilijk te maken. Dat is alvast niet het uitgangspunt. En we weten dat er een bepaald beeld is van CBB. En de komende periode in 2019 is het een uitdaging om dat niet alleen weg te poetsen, maar dat ook de resultaten zichtbaar, merkbaar zullen zijn, voelbaar naar die samenleving toe. Noor-Salim zegt dat de verandering en verbetering nu al te merken zijn in het kustgebied. Volgens hem werkt het CBB er hard aan de dienstverlening naar de mensen in het binnenland toe ook te vergemakkelijken. Was het zo dat ik in Paramaribo Noord woonde, moet ik specifiek naar een bureau X gaan om daar mijn uittreksel te halen. Doordat we nu de verbindingen middels glasvezel hebben gemaakt, kan je iemand van Noord die bij Combi zijn stukken moet ophalen en die is op Leesweg, want dat is ook een punt, je bent op Leesweg, maar omdat je van Combi bent, moet je helemaal naar Combi en terug naar Leesweg omdat je daar op de universiteit zit. Dus nu is het wel technisch zo dat je, als je van Paramaribo bent, je in principe elk bureau zou kunnen gaan. Nou, met diezelfde gedachte dat wij ook de mensen van het binnenland, maar waarom? Omdat in de kustvlakte een beetje sneller was om die verbindingen middels gasvliezers te doen. Nu ga je met het binnenland de communicatie van de grond moeten krijgen. En dan gaan we geen kabel trekken om zo te zeggen. Dan zou je via internet mogelijkheden dat moeten doen. En dat stukje laten we aan e-government, om het zo te zeggen. Aldus de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor-Salim. Hij zegt dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, binnen niet al te lange tijd een directoraat moet worden.